Een unieke ontwikkeling in Wierden, waar drie partijen, Reggewoon, Kogas en Uit Eigen Bodem, bezig zijn met de aanleg van leidingen die uiteindelijk energie op zo'n 200 meter diepte uit de bodem moeten halen. En die energie gaan we gebruiken in onze woningen. De woningen worden daarmee gasloos. En doordat we de energie kunnen oogsten uit de bodem, gaan we zorgen voor een lage energierekening voor onze bewoners. Het elektrificeren, waar ook de gemeente Wierden groot op heeft ingezet, biedt helaas op dit moment weinig ruimte om hiermee verder te gaan. Dit nieuwe concept biedt dit wel, zegt wethouder Richard Kortenhoeve. Door samen te werken met Kogas en met Reggewoon, hebben we nu in ieder geval hier het eerste bodemnet binnenkort. Nou, hoe geweldig is dat? Het door Uit Eigen Bodem bedachte concept is ook een spannend leertraject. Want is de uitkomst ook gegarandeerd van deze nieuwe energiewinning? Is de uitkomst gegarandeerd? Nee, dat is hij niet. Maar we geloven erin dat dit kan gaan werken. Daar gaan we ook met z'n allen ons best voor doen. In de hoop dat als het goed blijkt te werken, dat we dit kunnen toepassen op grotere schaal. Gerrit Breeman van Reggewoon vindt het belangrijk dat woningbouwcorporaties hun nek moeten uitsteken als het gaat om duurzaamheid. En dat hiervoor dus experimenten nodig zijn. Nou, ik heb al eens eerder tegen mensen gezegd, ik vind dat woningcorporaties bij uitstek de organisaties zijn die af en toe hun nek uit moeten steken en experimenten aan moeten gaan om ons op het gebied van duurzaamheid in Nederland samen verder te helpen. Ja, wij zijn als Uit Eigen Bodem bijzonder verheugd dat we hier mogen staan. En we danken daarvoor ook met name Reggewoon. In de visie die Reggewoon hierin heeft uitgestraald om hier ook in te investeren en deze pilot mogelijk te maken. En ook heel verheugd met de betrokkenheid van Kogas. Die zoals net al werd gezegd, als regionale netbeheerder bij uitstek geschikt is om dit concept te beheren, te exploiteren en ook een stuk verder uit te rollen als het kan. De verwachting is dat de eerste woningen eind november gebruik kunnen maken van de nieuwe energiewinning. En bij goede resultaten zullen snel meerdere woningen volgen.